Hoi jongens, het is vandaag zaterdag en ik heb weekend en aangezien ik eigenlijk bijna elk weekend winkel, dacht ik neem weer mijn camera mee, want jullie vonden het vorige keer best wel leuk. Ik heb mijn haar nog even los, ik weet niet wat ik ermee ga doen. Het is gewoon ideaal voor mij, aangezien ik dus echt meer dan 40 uur per week werk. En eigenlijk alleen in het weekend tijd heb om te filmen en om te winkelen, is een combi daarvan echt top voor mij. Dus ik ga vandaag naar Amsterdam, daar ben ik al heel lang niet geweest. Ik denk dat ik bijna een jaar niet in de Primark in Amsterdam ben geweest. Ik heb die leuke trui aan die ik in de vorige shop nog had gekocht bij de Zara. Die had ik trouwens ook aan op mijn diplomering, want hij is echt best wel chic. Superleuk. Ik heb gewoon een grijze broek die had ik vorige keer ook van de Primark. En mijn chocolade schoenen. Die zijn echt super, super leuk en chill. Ik ga naar de trein en dan zie ik jullie straks. En ik ga ook weer Starbucks halen, want daar heb ik heel veel zin in. Doei! Ik ben op Centraal, maar het is echt een heel drama. Want ik check altijd de NS-app, maar dit keer had ik het voor de eerste keer niet gedaan. Ik dacht, oké, ik ga niet stressen op de trein te halen of zo. Ik zie het wel. Toen kwam ik daar, rijden de treinen niet van Wees tot Muiderpoort. Uiteindelijk ben ik echt pas een uur later op Centraal. Wel een mazzeltje is dat bij de Starbucks op Centraal ze nog de pumpkin spice latte hadden. Ik ga nu de tram zoeken. Ik ben er. Misschien even too much information, maar het is voor mij echt een pechdag. Misschien zie je al allemaal dat ik er niet echt lekker uitzie, maar ik ben dus bij de Starbucks geweest. Maar ik ben er helemaal ziek van geworden. Dus ik heb net op een hele smerige wc echt dood zitten gaan van de buikpijn. Echt koorts. Ik voel dat ik moet kotsen. Echt heel heftig. Maar ik ben hier nu en ik wil nu ook gewoon. Sorry jongens. Kijk, ik weet het ook niet, maar dat kan. Maar het kan nergens anders dan zijn. Ik heb niks anders gegeten of gedronken. Behalve een paar uur geleden. Ik heb trouwens een ander shirtje aan, want het andere vond ik te warm. Maar ik sta hier nu wel lekker alleen. En het is al bijna 7 uur. En de Primark is tot 9 uur open. Dus het is nu wel lekker rustig, hoop ik. Oké, we gaan beginnen. In Amsterdam hangt alles een beetje op afdeling. Dus ik ben nu op de derde verdieping. Dus dat is misschien handig om te weten. En daar hangen een beetje blouses en wat chicere dingen. Dus dit zijn niet eens echt de Charlotte-achtige dingen. Ook jassen hangen er. Dus ik ga nu even niet typisch mij dingetjes passen. Dat ik het leuk vind bij zo'n video om ook even out of my comfort zone te gaan. Oké, dit is het eerste stopje. Het is 13 euro. Ik zou even dichterbij komen. Het is dus doorschijnend, maar je ziet op zich niet heel erg veel. Ik vind het best wel mooi, maar ik weet dat ik dit niet ga dragen. Want met een hemdje eronder vind ik dat nooit zo mooi. En zo is het bij mij gewoon een beetje te bloot. Maar ik vind wel, als je op zich je vindt dat jouw lichaam een beetje doorschijnend mag zijn, is het echt wel een oké topje. Even zo. Kijk, dan zie je echt het stofje goed. Wow, mensen praten uit. 13 euro vind ik het echt wel een leuk topje. Nee, het is hem niet voor mij, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Het is misschien een leuke tip voor jullie. Dit jurkje is 17, maar even, dit is echt heel erg hoe laag dit zit. Zelfs met echt hele mooie grote boeken is dat gewoon lelijk. Echt een mooi jurkje, maar ook met schoudervulling erin. Ik vind het meer een soort van de Evil Queen. Ik kijk naar Once Upon a Time. Boze koningin jurkje. Maar even, hoe leuk staat het als ik schoudervulling heb? Ik heb best wel namelijk ronde schouders en ik vind het echt heel leuk staan. Kijk, dit is het stofje, dus echt super mooi. Echt heel mooi. En voor 17 euro vind ik het ook niet duur. En dat choker ding is ook leuk, maar dit kan gewoon niet. Dit is echt belachelijk. Dit soort kleding is zo niks voor mij. Ik ga het niet zo laten zien. Het zit zo strak. Dan denk ik echt van, wow. Waarom? En het jeukt en het zit echt helemaal niet lekker. En hij is 13 euro. Het is wel, lijkt wel leuk. Ook gewoon leuke mouwtjes en zo, maar helaas. Ik heb nu dit blouseje. Dus ik vind hem heel leuk staan, maar doordat het zo stomme licht hier opschijnt, vind ik het weer minder lijken. En ik kan iets verder achter in dit pashoekje. Het was een beetje jammer, maar ik hoop dat jullie het goed zien. Hij is 9 euro. En het is gewoon zo'n, ja, niet super zacht, niet heel hard. Gewoon zo'n heel saai, simpel stofje. Maar dit is gewoon wel heel erg leuk en goedkoop en lekker mensen werken, vind ik. Wat vinden jullie ervan? Ik vind hem alleen een beetje stug, zeg maar. Ook al is hij hier open, hij staat echt zo dicht. Dus ja. Nu deze jas aan, hij is 30 euro en hij is super lekker warm. Echt heel lekker. Oh, hij kan helemaal, zeg maar zo. Ik weet niet waarom je dat wil doen, maar op de scooter zo is dat wat veel. Ik had hem ook in het groen, die vond ik ook heel leuk. Hij is best wel kort, maar wel gewoon net goed. Ik vind het wel lekker als het een beetje over je bil gaat eigenlijk. Maar hij is wel heel lekker warm. Maar vind ik hem bijzonder genoeg. Ik vind het wel heel leuk zo met deze schoenen. Ik vind hem denk ik niet bijzonder genoeg. Ik doe hem even niet open, want ik heb er nu geen shirt onder. Hij is wel heel warm. Dit is zeg maar gevoerd met van dat witte spul. En dan in de mouwen niet. En dat vind ik altijd wel lekker, want daardoor worden die armen altijd zo krap. En past er bijvoorbeeld geen dikke trui onder. Dus dat zou hier wel kunnen. En hier zit wel allemaal zacht spul. Dus ik vind hem wel heel lekker warm. Ik ga er nog even over nadenken. Laat even weten wat jij vindt. Kijk. Echt
heel chic, maar je ziet het ook maar niet zo goed. Maar zo zie je het wel. Zie je dat? Echt zo'n soort glimmend. En het is een beetje doorschijnend. Bij de arm is het wel doorschijnend. Maar hier is het dubbel gevoerd. Ik denk van, wanneer zou ik dit dragen? Want ik vind het, is het voor kerst? Ook niet echt, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Wat kost het? Kost maar 10. Dat is super chic. Maar ook ergens weer niet mooi. Het is een beetje Japans of zo. Misschien ga ik gewoon even over nadenken allemaal. En thuis kijken op de beelden hoe ik het vond staan. Maar laat echt even weten wat jij ervan vindt. Ik zet het ook best wel recentelijk online, zodat ik gewoon nog terug kan. Ja, laat even weten. Ik heb nu dit douche gepakt. Omdat ik deze kleur altijd heel leuk vind staan. Hij is wel heel saai. En een beetje zodat hij blijft kleven aan je lichaam. Zie je, hier gaat hij aan mijn buik kleven. En dat je dit ziet. Hij is 11 euro trouwens. Dan nog een Bordeaux blouseje. Maar die schijnt weer te erg door, vind ik. Oh. Wel, kijk, het is heel erg leuk. Ik ben dus niet iemand die er gaat zeggen, doe een hemdje onder. Ik ben niet iemand die er hemdjes onder draagt. Ik vind het heel lekker om het gewoon op je blote lijf te dragen. Maar ik vind hem wel heel mooi. Maar ik ga kritisch zijn. Ik ga niet zomaar kopen wat ik een beetje leuk vind. Die choker valt wel heel mooi. Hij valt zeg maar ook al beweeg je hebt, valt heel mooi recht. Dat is wel echt top. En dit valt ook heel mooi. Oké, jongens, dat waren de eerste 8. Ik ga er nu een verdieping lager. Dan ga ik daar weer 8 of misschien wel meer spulletjes pakken. Oké, inmiddels op de eerste verdieping en weer een wc-bezoekje verder. Is dit wat ik allemaal heb hangen. Voornamelijk, truien. Dus laten we begonnen. Oké, ik kan even hier zijn gelukkig. Deze is 16 euro en ik had hem al een keer op Insta gezien. En toen in de winkel zag ik hem steeds alleen in kleine maten. En op Insta vond ik hem echt geweldig. En het is dus echt iets voor mij om deze trui nu te gaan kopen. Puur omdat het roze met grijs is. En dat vind ik dus echt geweldig. Maar als ik eerlijk ben, staat het niet heel mooi. En zijn de kleuren ook niet heel mooi. Toch? Wat vinden jullie? Nee. Het ziet er echt een beetje cheapy uit. Okay, deze trui is 16. En volgens mij is het lijkt heel erg op dezelfde trui als die witte. En het grappige is, ik vind okergeel dus nooit mooi bij mij staan, omdat ik blond ben. Maar dit is wat donkerder. Het is meer een soort van bruingeel. En dat vind ik dus wel leuk. En hij is net een beetje kort. Alleen dit is een L en ze hebben hem niet groter. Kijk, hij is wel weer echt super zacht. En ik denk dat ik deze wel wil. Ja, het komt weer niet zo goed over bij het licht. Maar hij is heel lekker warm en hij is net niet te kort. Maar één maatje groter was wel echt chill geweest. Qua lengte vind ik dan. Ja, hij lijkt heel erg op die ik heb. Misschien is het niet gewoon dezelfde. Ik denk het eigenlijk wel. Dan wil ik hem echt heel graag in XL. Want die andere had ik ook in XL. Ook even nadenken nog. Oké, deze is 13. Ik hou erg van die lichtgroene kleur. En qua dit valt hij ook niet te laag. Maar ik weet niet of ik hem bijzonder genoeg vind. Kijk, dit is hem. Ik vind hem wel gewoon leuk. Maar hij oogt een beetje goedkoop of zo. Ik weet niet waarom ik dat vind. Ik vind dit ook niet heel mooi zitten. Kan ook net liggen aan degene die ik heb gepakt of zo. Maar kijk, het zo. Ik weet niet, misschien zeur ik. Maar het zit net een beetje hoog. Want waarom zit het in je nek, weet je wel? Ja, de kleur is gewoon leuk, hij is gewoon prima. Maar ik vind hem. Kijk, het zou zeg maar met deze outfit dan echt zo perfect moeten zijn. Met die kleur grijs en die schoenen. En ik vind het niet echt heel boeiend. Dit is echt een hele aparte trui. Het is een soort van velvet stofje. Ik dacht dat hij groen was, maar hij is meer grijs. En hij is heel soort van stug. Hij is ook super zwaar. Hij weegt net zo zwaar als 3 truien. Maar staat wel leuk. Alleen ik vind het denk ik een beetje te mannelijk. Of zo, alsof je de sweater van je vriend aan hebt. Ja. Dit is vind ik heel erg leuk. Hij is 16. En hij is net een beetje groot vind ik. Maar hij was er alleen nog maar in deze maat of een hele kleine. Kijk. Dit zit er zo op. Het is wel weer net dat dit een beetje hoog zit, waardoor je dan echt zo geen sexy inkijk hebt, want die zit zeg maar hier. Ja, ik vind hem toch wel heel mooi staan, maar ik had hem zo graag één maatje kleiner gewild. Maar het is niet storend bij het of zo. Kijk, het valt wel mee. De mouwen zijn daardoor net een beetje lang. Maar het staat echt zo mooi, vind ik. Ik vind het alleen op camera iets minder mooi overkomen. Het is toch super mooi. Ja, dat ik deze wel even meeneem. En ik heb hem nu nog niet dicht gedaan achter. Oh ja, kijk. Het zit dus met een strik helemaal. Je kunt het hier dus. Oh ja, deze neem ik echt mee. Dat vind ik echt super mooi. Eeuw, ik heb hier een buisje volgens mij. Oké, dit vond ik heel leuk vanwege het babyblauwe kleurtje. Maar. En die knoopjes. Maar ik vind het echt helemaal niks. Hij is 13 euro. Het is zo doorschijnend en tekenend. En echt niet mooi. Ik denk, je ziet helemaal het vet van mijn arm er doorheen gewoon. Wel jammer. Die knoopjes vind ik echt super leuk. Ik dacht dat dit misschien wel heel vet kon zijn. Misschien snap je de gedachte. Maar het is niet voor mij weggelegd. Oké, mijn haar is echt heel raar nu.
Ja, hij was er ook niet meer in een groot formaat. Misschien was het dan leuker geweest. Ja, ik weet niet. Het zou zeg maar dan zo heel stoer baseball cool moeten staan. En zo vind ik het niet staan bij mezelf. Ik vind er ook een beetje goedkoop uitzien. En dan heb ik nog deze. Ik vind het heel grappig, want ik wou hem echt als chill trein. Maar hij zou ook nog gewoon kunnen. Het is gewoon qua kleur. Het ziet echt heel leuk bij dit. Hij is maar 10 euro. Kijk, dat weten jullie misschien nog niet. Maar ik ben echt obsessed met Pusheen. Altijd al. Ook als Ruben en ik ruzie hadden of zo. Dan gingen we altijd op Facebook Pusheen naar elkaar sturen. Die grappige uitdrukkingen. Alleen al die Pusheen pyjama's en zo vind ik echt super kinderachtig. Echt gewoon niet leuk. En nu zag ik dit. En dit is helemaal niet kinderachtig. Maar ik kwam gewoon voor thuis. En dit is een L. En dit is voor een gewone trui goede maat. Maar voor thuis is het misschien weer een beetje. Dus je denkt, dan wil ik misschien groter. Maar ik wil hem wel. Omdat, alleen, ik moet wel zeggen, hij valt echt slechter. Want hij is hier heel wijd. En hier heel strak. Maar ik kan dit gewoon niet laten liggen. Echt een heel leuk kleurtje ook. Oké, de laatste ronde. Verder heb ik dan ook echt niks leuks meer gezien. Nog allemaal truien. There we go. Oké, ik heb deze voor 16 euro. En dit is de grootste maat. Maar dit is een trui die heel strak valt. Zo jammer. Ja, jullie gaan maar zeggen, oh leuk. Maar kijk, je komt al een vetje eroverheen. Als deze wijd was geweest, was hij echt geweldig. Kijk, dat kan toch niet. Het is veel te strak. Het is echt super leuk. En die mouwen zijn wijd en daar hou ik echt van. Dit is ook mooi. Maar ja, dit vind ik gewoon niet mooi. Jammer. Oké, toen ik deze zag was ik dus echt verliefd. Want van voren is hij best wel saai. Hij is ook nog wel vrij kort. Tenminste, ik hou altijd iets meer zo. Maar nog wel te doen. Net als die gele eigenlijk. Mouwtjes vind ik wel leuk. Dat is een beetje boffen. Maar kijk de achterkant. Kijk. Zo leuk. Moeilijk te laten zien. Kijk. Zo cute. Dat vind ik echt heel leuk. Ik kan het nog wat strakker. En het is niet te bloot. Ja, dat vind ik dus echt geweldig. Hij zit ook lekker. Hij trekt wel naar achter dat die pompons wat zwaarder zijn. En daardoor valt hij dus wel weer wat kort. Dus het is wel misschien een beetje getrekt. Maar ik vind hem wel echt speciaal. Kijk, echt super leuk die pomponnetjes. Ja, dat ik deze wel meeneem. Deze is ook 16. En ik had hem al een keer eerder gezien. Toen dacht ik, nou, hij was ook in het geel. En die kleur geel stond mij niet. Toen dacht ik, die grijs is niet zo speciaal. Deze is misschien weer een beetje te groot, hè? Nou, ik hou ervan. Maar kijk, hij is net zo groot dat je dan dit krijgt. Ik zou hem eigenlijk kleiner moeten nemen als ik hem neem. Het is wel leuk, toch? Wat vinden jullie? Kijk, dit, eigenlijk is het ook weer een hele saaie trui. Maar op zich, als je kijkt, heeft hij echt best wel veel patroontjes. En dit. Dit is echt super schattig. Ik vind grijze truien altijd heel ideaal. En ik vind ze ook altijd heel leuk staan. Maar ik denk dat ik wel een maat kleiner moet gaan pakken van deze. Dus dan moet ik weer even naar de bovenste verdieping gaan. Ik denk dat ik deze ook wel wil. Kijk, je denkt misschien van, oh, ze neemt alle saaie dingen. Maar ik denk ook aan mijn werk. En op mijn werk heb ik gewoon ook chille dingen nodig die lekker zitten. En hier voel ik me wel gewoon mezelf in. Ik vind het niet saai of zo. Niet van, oh, suffe doos die elke dag een trui draagt. Sorry als je dat bent. Ben ik ook. Maar snap je wat ik bedoel? Het is niet saai. Het is gewoon een leuke trui. Leuke schoenen erbij. Ja, deze trui is een van de redenen dat ik naar deze Primark ging. Want ik had deze kleur wilde ik heel graag. Maar die was in Hilversum alleen in een S. En in Almere hadden ze me helemaal niet. Dus zeiden ze, ga even naar Amsterdam. Maar ze hebben dus alleen in deze grote maat. Of in een klein maatje. En ik vind het eigenlijk niet heel leuk staan. Als je kijkt naar die zwarte Zara trui. Ja, of... Ik hou zo erg van deze trui. Maar eigenlijk is het te groot. Hè? Ik heb hem vind roze gepakt in een kleiner maatje. Dus ga ik even kijken. Maar ik vind dit zo'n mooie kleur. Kijk, het is een beetje rood-paars. En die stof is echt geweldig. Je hebt ze dus ook nog in okergeel. Maar dat stond me niet. En een soort van... grijs-blauw, wat ook wel mooi is. En in echt donkerblauw. Maar ik vond het allemaal een beetje saai. En ik vind het eigenlijk ook een beetje saai. Dus dan koop ik het puur omdat ik dit stofje zo graag wil. En ik draag het zoiets ook niet in mijn broek of zo. Ja, dit is een maat kleiner. Dit is denk ik wel echt beter. Kijk, door dit licht zie je alles veel erger natuurlijk. Maar dit is gewoon een goede maat. Goede lengte. Bij mijn rug goed. Bij mijn armen goed. Ja. En misschien staat deze kleur ook wel leuker. Maar ik vind het... Een beetje op een of andere manier heb ik het gevoel dat iedereen dit al heeft of zo. Met die teddyjas is dat ook zo, maar toch. Oh, ik heb echt jullie advies nodig. Ja. Deze kleur, ik hou echt van oud roze hoor. Ik weet niet, ik vond die andere kleur zo bijzonder. Misschien toch deze nemen dan. Want die andere is echt wel te groot. Ik moet hem niet om die reden gaan nemen, denk ik. Dan heb ik deze. En deze is ook 16, maar eigenlijk zijn de mouwen misschien te lang. Kijk, het is een hele saaie trui eigenlijk. Alleen dit eraan is leuk. Maar met Noëlle heb ik toch gezien hoe makkelijk het is om dit eraan te zetten. Maar ja, toch is dat de reden dat je er naar kijkt. Ik vind eigenlijk dat ik dan zou moeten kiezen tussen deze en die andere grijze. Ik hou op een manier heel erg van die wijde mouwen. Dat vind ik heel leuk. Ja, ik weet je, dit zal ik altijd wel dragen. Maar is het bijzonder genoeg? Ik
ga straks echt even de beelden terugkijken voor ik ga afrekenen. Ik doe nu in ieder geval even, net als dit, allemaal in mijn mand dat ik misschien het wel wil. Deze trui is ook 16. En dit is weer heel saai, alleen met hier een detail eraan. Trouwens, mijn batterij is leeg. Ik had een extra batterij meegenomen. Die was 60% en doe ik hem erin en hij is leeg. Echt super ballen. Wat ik leuk vind is, ik hou niet echt van zwart, maar dit is zo'n beetje navy. Of tenminste, er zit iets wits doorheen en dat maakt het wel weer heel leuk. Maar weer is het gewoon een best wel saaie trui, maar ik vind hem wel leuk. Ik draag niet zo snel zwart, dus misschien moet ik hem daarom niet nemen. Maar het is wel leuk en zwart staat wel leuk. Hey jongens, ik ben in de tram. Ik heb echt niet lekker gehaald, druk me op mijn artis. Echt super lief. En ik laat thuis even allemaal aankopen en jullie zien. Zo fluffy! En goedemorgen jongens, ik heb alles wat ik heb gekocht opgehangen. Hier hangt ook nog mijn leuke teddyjas die ik vorige keer aan had en net daarvoor had gekocht. De vorige keer had ik natuurlijk deze leuke paarse trui gekocht. Deze had ik ook nog van de Primark trouwens, die zag ik ook nog hangen. En deze trui had ik natuurlijk gekocht. En inderdaad, het is dezelfde trui. Ik twijfelde daar nog over, maar het is inderdaad dezelfde. En ik heb hem nog wel gevonden in een XL, dus dit is hem. Eigenlijk vind ik het echt een heel lelijk kleurtje, maar dat okergeel staat me gewoon net niet. En dit gaat wat meer richting bruin. En ik vond hem heel leuk staan, maar ik ga altijd thuis nog even kijken. En dit is echt al mijn favorite trui geworden, want die zo lekker zacht is. En hij is nog helemaal niet vies geworden, gelukkig. Maar zo'n kleur is natuurlijk wel makkelijker. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik uiteindelijk toch, jullie gaan er waarschijnlijk zeggen nee, maar toch voor de grotere maat gekozen. Want ik keek terug en ik vind het gewoon heel fijn als een trui een beetje over mijn billen heen valt. Ja, dat gewoon. En deze was gewoon echt wel net wat langer, dus ik heb hem in deze kleur gekocht. En op beeld vond ik deze kleur dus niet zo mooi staan, maar omdat ik die kleur zo bijzonder vind, wilde ik hem toch meenemen en ik kan hem altijd nog terugbrengen. Dus ik ga zo nog even één keer alles hier even snel aantrekken en nog even laten zien. Dan deze leuke trui met dat pomponnetje eraan. Deze grijze heb ik een maatje kleiner gepakt. Niet gepast, maar ik ben benieuwd. Ik denk dat die wel goed zit. En deze heb ik ook nog een maatje kleiner gevonden. Ik hoop dat het niet te klein is. Dus even kijken. En deze heb ik toch een maatje groter genomen, omdat het gewoon een thuis chill trui is. En ik vind eigenlijk 10 euro voor een trui die je alleen thuis draagt toch altijd weer duur. Maar ik word zo vrolijk van Pusheen. Ik heb nu ook mijn slofjes aan. Ik word er zo blij van. Dus dat zijn mijn aankoopjes. Nog best wel veel nog. Ik denk dat jullie gaan zeggen, nee, waarom heb je alleen maar trui en niet dit leuke topje gekocht of zo. Maar dat is nou eenmaal zo. Even kijken. Dan heb ik ook nog iets heel erg cutes gevonden. Ja, ik kon me niet inhouden. Ik ben laatst al gezwicht voor toch deze chipmunk. Ik heb er twee. Ik heb er één in mijn klas en ik heb er hier nog eentje. Maar dit is eigenlijk een heel onhandig kopje. Hier kan je niet zoveel mee. Maar dit is echt zo leuk om gewoon een pumpkin spice latte in te maken of wat dan ook. Ik ga hem er even uithalen. Deze was dus 5 euro. Ik vind hem echt heel erg cute. Kijk, het is echt ook wel een leuk formaatje. Oh, van onder is het natuurlijk veel dikker. Er kan veel meer in. Kijk nou. Ja, ik ben heel blij met deze. En ik heb nog voor 1,50 deze Mentos kauwgom met Bubble Fresh. En dit hele schattige braletje heb ik ook niet gepast. Maar dat vond ik zo kerstelijk. Dus ik ga even kijken of die past. Maar het was maar 4 euro, een velvet bralet. Dus super leuk. En ik had ook nog meer bij de sieraden zo willen kijken. Maar ik voelde me gewoon zo ziek. Dus ik ben al lang blij dat ik nog deze video heb kunnen maken. En ja, laat gewoon zeker weten als je het vaker wil zien. Dan ga ik jullie zo nog even alles aan heel snel laten zien. Maar ik ben heel blij met deze. Nou, dit is het blouseje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij valt echt mooi, vind ik. Die choker zit ook heel erg mooi. Ruben die zei, ik vind hem oma-achtig. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind hem heel erg chic. En dit is gewoon, ik heb hier toevallig zo'n lijntje mee. Maar deze choker valt voor mij echt perfect. Ja, met deze ben ik ook heel blij. Ik zit te denken van, ja, was die andere maat misschien wel beter bij mijn armen? Nee, ik denk dat dit echt een goede maat is. Ja. Goede lengte. Ja, ook heel leuk. Nou, deze had ik dus gewoon in dezelfde maat. Ik ben hier ook heel blij mee. Ja, ik vind trui gewoon zo geweldig. Ik heb deze nu even niet aangetrokken of iets, maar volgens mij zit hij wel goed. Hij is leuk. Hij zit lekker. Dit is gewoon zo'n trui waar je zo chill in voelt en dat er ook heel leuk uitziet. Ik vind dit poffie vind ik echt geweldig. En dat het dan wel strak eindigt. Heel blij mee. Echt heel blij mee. Super leuk. Jee. Oké, jongens, dan deze. Ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie? Is hij te groot of niet? Ja, kijk, hij valt nu gewoon heel lekker over mijn beeld. Dat vond ik gewoon niet chill. Eigenlijk, je ziet, hij is gewoon een beetje te groot. Want de armen zijn ook net te lang. Maar dat is toch heerlijk bij zo'n stofje. Een soort van aubergine. Ja, paars bordeaux. Echt heel mooi. Als ik dit zo zie, vind ik het echt heel mooi. Ja, ook echt blij mee. Heerlijk, gewoon zo lekker. Het zit lekker en het staat leuk, toch? Dan de roze. Jullie hebben hem gezien natuurlijk in een maat kleiner. Ik ben benieuwd wat jullie leuker vinden.
Oh, deze toont weer wat minder groot, vind ik. Deze is net, of niet? Hij is net wat minder. Die lijkt een beetje juist ervoor aangetrokken is, zeg maar. Ik vind het wel leuk als ze allebei net een beetje verschillend vallen. Dit is dus de roze. Ik vind echt dat ik ze allebei moet houden. Wat vinden jullie? Superleuk, toch? Ja, het is, je zou niet denken van, oh, dit is dezelfde trui in een andere kleur. Ik vind het echt heel anders overkomen. Het is gewoon echt heel anders. En echt heel leuk. Oké, en dan deze. Ik ben heel benieuwd, want ik vind het geen mooie kleur namelijk. Ik moet even denken of, het niet, of ik hem er dan wel snel bij zou pakken. Maar het staat wel volgens mij heel leuk. Wat vinden jullie, jongens? Het staat wel leuk, toch? Ook bij geel, bij blond haar. Ik vind het weer een heerlijke trui. Kijk, ik heb weer allemaal truien gekocht, maar ik vind truien gewoon fantastisch. Ook omdat ik natuurlijk gewoon 5 dagen in de week werk. En het wordt koud, dan wil je gewoon iets wat leuk is en comfortabel. Dit is een maat groter dan ik aan jullie dit zie. Het is echt beter, vind ik. Ja, ik hou hiervan. Er zijn vast weer mensen die gaan zeggen van, ja, je hebt vormloze kleren aan. Ik vind het heel leuk. Ja, het is, vinden jullie het ook een lelijke kleur? Maar het staat wel leuk. Ja, blijf mee. Dit is de Pusheen een maatje groter. Het blijft een soort van hier heel wijd en hier heel trekkerig. Ja, dan zit ik weer te denken, ja, vind ik het 10 euro waard zo'n trui? Het is echt een soort vies roze kleur. Maar ik kan gewoon, dit is gewoon echt, al is het alleen om het te hebben, ik hou zoveel van deze kat. Ik vind het wel grappig. Ja, weet je, ik hou gewoon, het is net als dat je Disney dingen wil ofzo, dat heb ik met Pusheen. Oké, jongens, deze trui is echt niet mooi. Echt groot. Maar ja, dat zit pas wel een keer shoppen. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik vind het echt super leuk om het te nemen. Echt heel erg leuk. Het is gewoon super chill. Plus ik denk veel beter na bij wat ik koop. En het is ook wel lekker om het in de winkel te passen. Wil je vaker pas ook hokjes shoplog zien? Doe zeker je duimpje omhoog. En laat ook even in de comments weten wat je van alles vond en zo. En of je het ook leuk vindt dat ik zo afsluit met nog een soort van shoplogger achteraan. Dan zie ik jullie volgende weekend weer op zaterdag of op zondag om 9 uur. Heel erg bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!